Goedenavond, vrienden. We staan hier op de persvoorstelling van Mrs. Universe Belgium. Stel je eens even voor, alsjeblieft. Ja, ik ben Dorien van Dijk. Ik kom uit Balen. Ik ben ook 28 jaar. Ik ben mama van een dochtertje van 5 jaar. Die noemt Nora. Ik doe in mijn vrije tijd ben ik heel veel bezig met mijn dieren. Vooral de dieren van mijn papa dan. Wat bedoel je met, je bent veel bezig met dieren. Speel je dan met die dieren of wat is dat? Vooral de verzorging en het onderhoud ervan. Hè. Dus ook gelijk kooien uitmesten en de vogels proper zetten. En ja, ook het voederen natuurlijk. Hè. Heeft die papa dan een halve dierentuin of zo? Ja, zeker, zeker. Wat heeft hij dan allemaal zitten? Wij hebben thuis kangaroes zitten. Kangaroes? Ja, en Shetlanders. We hebben ook cavia's, konijnen. We hebben vogels, heel veel exotische vogels. Mijn papa kweekt daar ook mee. En voor die vogels sta ik ook heel vaak in. Ja. Houdt hij een privé dierentuin? Nee, dat is echt puur hobby. Echt puur hobby. Ja, ook en ja, wij zijn er allemaal van kleins af aan ingebracht. Dus bij mij zit die een droom er ook in, want ik heb ook een huis gekocht in Balen sinds 2 jaar geleden. En ja, de tuin moet nog aangelegd worden, maar het is ook de bedoeling dat er een dierentuin komt. Jawel. Ja, dat kost toch veel geld, al die dieren altijd voedsel geven en zo? Ja, maar uiteindelijk, als je die beestjes hebt, dan wil je daar ook het beste voor. Hè. En ja, bij mij is dat altijd de keus geweest als we jong waren, of veel reizen, of veel dieren hebben. En wij hebben toen van jongs af aan allemaal gekozen voor dieren. En ja, dat zit er zo ingebrand, hè. Geen graag dieren, dus niet veel op prijs gaan. Hè. Zeg, je doet niet mee aan een misverkiezing. Hoe ben je daartoe gekomen? Eigenlijk is dat heel stom begonnen, want het is eigenlijk via een vriendin van mij die eigenlijk een fotoshoot had gedaan. En via die fotoshoots van haar eigenlijk zijn ze ook bij mij terechtgekomen, want ik was eigenlijk degene die met de camera moest sleuren en zo. En via haar zijn ze eigenlijk bij mij toegekomen en dan hebben ze ook gevraagd of ik samen met mijn vriendin Latoya wou deelnemen. Dus ja. En wat staat er nu nog op het programma voor die verkiezing? Ja, nog heel veel. Hè. Gelijk morgen gaan we ook naar Oostende. Hè. En daar kijk ik wel heel hard in en uit. Ook vooral met de meisjes altijd. We hebben zo'n hechte groep en zo. Dus ik kijk echt wel uit naar hetgeen dat nog komen gaat. En zeker ook naar de finale toe. Ben ik wel benieuwd. Je spreekt nu van de finale. Een goede miss, wat moet die hebben, denk je, om daar te winnen? Ja, ik denk vooral toch wel dat je ook wel elegant en vriendelijk moet zijn. En vooral vriendelijk, denk ik dan. Want ja, als je hier met een eer staat of zeggen van, hier ben ik. En dat wel geen voorbeeld is. Dus vriendelijkheid vind ik wel heel belangrijk. En ook ja, dat je spontaan en je wel een beetje gedraagt als een mis natuurlijk. Hè. Ja. Wat vinden je vrienden en familieleden daarvan? Mijn broer had zo in het begin zo wel iets van, een mis. Je vond dat in het begin heel raar. Omdat hij zei ook, er zijn zoveel mooie meisjes en dan vragen ze er u uit. En toen had ik zo even iets van, oei. Maar eigenlijk mijn mama en mijn vriend en mijn ouders, die stonden er echt heel hard achter. En die vonden dat eigenlijk wel leuk. Wel een mooie, ook een goede zaak voor mij om daaraan deel te nemen. Ja. Jawel. En al zeker naar mijn zelfvertrouwen toe. Hè. De rest die gaat naar het buitenland. Weet nog niet welk land dat gaat zijn. Ga je dan je dieren alleen kunnen laten? Jawel, want ik zeg het mijn familie, vooral mijn gezin bedoel ik dan, hè, want ik heb dan nog 2 broers. En wij zijn altijd bij elkaar altijd de diertjes gaan verzorgen als die dan op weekend gingen of eens op vakantie. Dus wij steunen daar elkaar wel heel hard in. Ja. Zeker. Dat is naar buitenland. Heb je speciale voorkeuren? Ik zou heel graag ooit naar Cuba gaan. Ik heb een Cubaanse tante, maar die is al sinds een paar jaar geleden gestorven. En die zei ook altijd, dat is echt een land voor u. Maar ik ben ook iemand, ik hou heel graag van de Spaanse roots. Ja. Daarom dat ook wel iets is wat ik heel graag wel eens wil beleven. Ja. Super. Ik wens het je in ieder geval heel hard toe. En maak er het beste van. Hè. Zal ik zeker doen, dankjewel.